Ino, wat gaat hier gebeuren vandaag? Nou, wij openen vandaag onze baby-outlet. Een baby-outlet hier in Mozaïek. Hoe ben je op het idee gekomen? Wij zijn eigenlijk via op het idee gekomen en zijn er op gewezen door iemand anders. We hebben gekeken dat er eigenlijk bijna niks voor baby's aan kinderen in de buurt zit. En toen hebben wij via wat partijen een betaalbare winkel in kunnen richten. Als centrummanager moet je natuurlijk verheugd zijn dat er een winkel open gaat hier. Ja, natuurlijk. Uiteindelijk is dat het doel. We hopen natuurlijk dat straks alle lege panden gevuld worden. En ik moet zeggen, de laatste weken gaat het lekker. De eerste heropening van Sowieso, die zijn groter geworden. De berichten dat in het oude pand van Sowieso ook een nieuwe winkel komt binnenkort. Dus ook spannend. Ja, en nu natuurlijk Nino. Daar zijn we apetrots op natuurlijk. Een feestelijke zaterdagochtend. Ja, er is weer een winkel bij in Mozaïek. En dat na al die tijd dat iedereen maar zei, het staat maar leeg. Ben ik blij dat er nu in ieder geval weer een ondernemer is. Onderneemster, samen, die dat zeggen van wij gaan het proberen. Wij gaan kijken of we hier een winkel kunnen maken. En het ziet er al prima uit. Jullie zitten hier in principe voorlopig, voor een aantal maanden. Is er intentie om eventueel langer te blijven? Ja, het streven is om gewoon door te kunnen gaan. En vanuit deze partijen die we nu opgekocht hebben door te kunnen groeien naar weer nieuwe partijen en dat soort dingen. Wordt er ook goed meegedacht voor de ondernemers om te starten hier in Mozaïek? Voor ons zeker. We hebben eigenlijk alle steun gehad die we moesten hebben van de gemeente, vanuit de eigenaar van het pand. Daardoor hebben wij dit ook zo mogelijk kunnen maken. Ja, we kijken zeker mee. We kijken wat mogelijk is. En als de ondernemer zich meldt, dan proberen we ook de contacten te leggen. Want ja, wij zijn natuurlijk niet de eigenaren van de panden. Maasduinen Centraal. De regio, dat zijn wij. Of ook een sociaal.